Hoe is het om mee te deinen op de golven van corona? Dat is een hele goede vraag, want het is eigenlijk letterlijk meedeinen op de golven van corona op dit moment. Wij leven al sinds de corona uitgebroken is van persconferentie naar persconferentie. En we hebben natuurlijk een relatief rustige zomer gehad, met wel voor de zomer nog die enorme opleving, waardoor er allerlei maatregelen nog verlengd werden en teruggetrokken. En nu zie je weer dat besmettingscijfers oplopen, ziekenhuizen, de zorg. Nou ja, iedereen weet het, het is continu in het nieuws. En voor ons is het afwachten. Op dit moment kunnen wij draaien met een coronatoegangsbewijs. En dan is het vervolgens, als je binnen bent, is het eigenlijk heel ontspannen en bijna normaal. Maar het blijft voor ons spannend. Afgelopen zaterdag hadden we André Manuel uit Diepenheim met zijn programma Sneu. En we hebben een fantastische avond gehad. Het dak ging eraf. En wat ook heel erg leuk was, dat we ook na afloop een boek overhandigd kregen. Er is een boek geschreven over kleine theaters in Nederland. Dat is eigenlijk een ode aan het kleine theater. En uit iedere provincie is een theater gekozen. Wat geportretteerd is door de schrijver Patrick van der Hanenberg. En voor de provincie Overijssel is die eer bij Theater Hof 88 gekomen. Ja, dat maakt ons natuurlijk wel heel trots dat wij met ons theater in zo'n boek mogen staan. Juist, maar hoe gaat het nu verder? Ja, dat is koffiedik kijken. Ik hoop dat wij gewoon door mogen blijven draaien met het coronatoegangsbewijs. En het blijft gewoon continu afwachten. En als er iets verandert, moeten we daar toch weer op aanpassen en improviseren. Dat zijn we inmiddels wel gewend geraakt. Daar zijn jullie zogezegd een kei in geworden. Ja, je kunt niet anders. Het is roeien met de riemen die je hebt. En we hebben het afgelopen anderhalf jaar continu geïmproviseerd en aangepast en opnieuw gepland. En wij hoopten dat dat voorbij zou zijn. En dat waren ook min of meer de geluiden en de beloftes die we kregen. Maar ja, de praktijk blijkt keer op keer weer barstiger te zijn. Ja, maar die QR-code, die is voor jullie wel, die werkt heel, heel goed, heb ik begrepen, toch? Ja, het is wel veel werk en het kost extra tijd om alles goed te controleren. Maar het resultaat is wel dat mensen die hier komen, zich wel relatief veilig en op hun gemak voelen. En dat we wel met een normale capaciteit mogen draaien met de voorstellingen en de films. Dus dat is wel fijn. En sinds deze week moeten we ook alle gezelschappen die bij ons repeteren controleren. Dus dat is ook weer nieuw. Ook weer extra werk. Maar iedereen wil er wel aan meewerken. Want het belang is wel groot om het te doen.